Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom onder Eendrum. We stellen eerst even in het Nederlands voor de Nederlandse rijders, daarna doen we de mensen die over de grens komen. Goedemorgen, hartelijk welkom in Eendrum. We gaan er vandaag een mooi feestje van maken. De omstandigheden zijn perfect, volgens mij. Hartstikke leuk. We gaan om 10 uur, kwart over 10 gaan we trainen. Volgorde, eerst de specials ONK, daarna de zijspannen, dan de specials nationaal, dan de short track 1 en als laatste doen we de short track 2. Na de vrije training is over 3 ronden, gaan we een baandienst doen, daarna de starttraining en om 1 uur is de wedstrijd. Ik heb één mededeling, dat is heel belangrijk vanuit de organisatie, niet rijden op het middenterrein. Degene die rijdt op het middenterrein rijdt de hele dag niet meer, dat doet dat niet. Mensen hebben ontzettend hun best gedaan. Ik denk ook dat jullie als rijders heel blij moeten zijn met deze organisatie. Deze mensen hebben gisterochtend om 8 uur stond hier helemaal niks. We hebben in 1 dag dit uit de grond gestampt. Voor jullie. Applausje voor de organisatie. Dankjewel. Gaat het even om de aantallen waarmee we gaan starten in de A-finale. Dat maak ik bekend na de vrije training. Dus na de vrije training, let goed op, wordt via de omroepinstallatie bekendgemaakt hoeveel mensen zich rechtstreeks plaatsen voor de A-finale. In de B-finale gaan er altijd 2 mensen naar de A-finale. Dus even goed opletten, wordt omgeroepen hoeveel mensen zich plaatsen voor de A-finale. Verder heb ik geen mededelingen. Let er wel even goed op, want het is vandaag de laatste ONK. Er kunnen dus mensen gelijk eindigen aan het eind van de dag in de kampioenstand. Er wordt dan een run-off gehouden. Hou je ter alle tijden gereed, mocht je nog enige kans maken op een kampioenschap op een tweede of een derde plaats, er kan een run-off gehouden worden. Ja, dat was het voor mij. Ik heb bij mij onze referee, Raymond de Rooij. Goedemorgen, aan jou het woord. Goedemorgen, welkom allemaal vandaag. Vandaag in de scheidsrechter. Ik ben vandaag jullie scheidsrechter. Misschien moet je dat dingetje even aanzetten achter je oor. Dat helpt misschien ook. Ik ben vandaag jullie scheidsrechter, als er wat is. Ik wil best even met jullie overleggen, maar ga eens naar de wedstrijd leiden. Dan kunnen we daarna eventueel overleggen. Ik hoop dat jullie vandaag allemaal een sportieve dag hebben. En succes allemaal. Ja, dankjewel Raymond. Oh heer, dat was het. We gaan zo meteen trainen. Voor onze Nederlandse deelnemers is het klaar. Als er geen vragen zijn. People, listen to me, please. From the organization, there's only one thing very important. Don't drive on the inside of on the inside here. It's a soccer field. You don't drive the whole day again when you drive on the inside. Yeah? Thank you. I have made an announcement for the A final. I don't know yet how many people will drive in the A final. I must see in the free practice how many drivers we have. If we have some drivers, I make there a decision how many people will be straight to the A final and how many they always go to from the B final. Yeah? It will be announced through speaker Jacob Alkema for the race starts. We announce it. How many? For the sidecars, it's 3 or 4. For the specials, it's 5 or 6. I don't know how many people there are. For the series is all the same. Know it after the free practice how many start? Yes, how many start in the series and sit down. Yeah. Yes, we will announce it through the speaker. So we go for the free practice now. First special, ONK, then the sidecars, then the national program. Free practice, 3 laps. We have a track preparation. Then practice start.
two laps. Is T1 first or senior special? Yes. Yeah. First special. Can we do a group start? Yes. Yes. After three laps. Yes. It's good. But be aware, watch. Yes? 10:15. Then we start. Who's too late? So let's start. Thank you. No. Good morning everyone, we're in Holland, it's October and the sun is shining, and right next to me it's a guy who has his birthday today, 40 years, on his breast is 72, but it's really 40 years. How are you? I'm very well, thank you very much. I wrote a message down for you and I said you're part of the Dutch family. How many years you come to Holland now? I've been racing since 94, I think. So ever since, I think 95 is the first year I've come here. So I've been racing ever since. And now, nowadays you're racing for the Dutch Championship. There's a guy who's a little bit nasty, I think. Yeah, he's 15. He's 15, yeah, I think so. But you race in Holland lots of times. You did the small races in the Malaysia. It was very nice, the days. Yeah, back then, racing, we raced more in England, but obviously the class is going down and down over there, so we race over here, and you get so much welcome over here, so many friends, and like you say, Dutch family. So, I saw you race that days, and it was so special with you in the with Brian, and you took your feet up, your hand up, and the people, the audience, liked it very much, and still now people remember that days and like to see you race. What do you think of this year? This year's been very hard for us. I'm not too sure, can't put our finger on it. I think maybe the engines that we've not got used to yet, but slowly we're getting there and the results are coming. It's really been a hard year. We haven't won a meeting this year, so today is our last one, so we'll hope to go out on a bang. For the Dutch Championship, you're at the fourth spot, 2 points behind, I think, Dennis Norman. Yes. Yeah, what's the aim? Third place? That's always the aim, yeah, as high as we can possibly get. Obviously the points are against us now, so the most we can make is third, so that'd be nice. Second would have been great again, but like we say, it's been a bad year. I would close and say good luck today. Enjoy your 40th birthday. 40th birthday, sorry. And I hope to see you 40 years long in Holland, racing. But it's nice to have you in the family. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Sean. Yeah.
The time is up, the sun is shining, guys. We are in Eendrum in Holland. We have a very special year in two sides. First, Jeffrey, how are you? Yeah, fine. Finally again. It was a year. Some people say you must forget it, otherwise you have to learn from it. You feel good? Yeah, I feel perfect. I just forget this year, but I keep remember the first race in Bouwbrug and Fries. They were great, so that's the way we continue. Very good to continue that way. You said, I forget the year. There's a guy on your left side who said, I will remember this year in the other way. Yannick, what a year. Yeah, great season so far. It's not over yet. I can win the title in Holland today, but yeah, European final, well, I won it. Second in the World Championship. We won the Team World Long Track final, so yeah, brilliant year. I think a lot of people in England, in Germany, in Sweden, they don't believe what happens. Eh? It's Yannick everywhere he is. Also commentating on Eurosport, it's very good. Yeah, yeah, that was quite fun. Some fun actually. Yeah, they asked me to do it quite some times, but often I had to do a racing myself. So this time I had the opportunity to go there, and yeah, it was quite enjoyable. So maybe. There's a possibility for me to go there a few more times next year, but yeah, it's just crazy for me too. I started on the 500, I think 10 years ago, and qualified almost directly for the Grand Prix and the European final, and worked hard for 10 years, and now finally I'm on top of the game. So hopefully I can continue it next year, try and get a world title. So you go for the world title. What do you think about Jeffrey? He's on behind you, and today it will be a hard race for the championship. I think you are the man in front, a few points, but Jeffrey is in the race today. You know he's there, eh? Yeah, he's the underdog today, I reckon. I think it's really good that quite unbelievable how he got back from his crash in Shawarma. I was there, and it was quite an impact. And to see him riding like this again now is just brilliant. And I'm really happy he's back again. Jeffrey said to me, it's racing today. It feels like racing. I did a lot of training last week. The track this morning was good? Yeah, in field practice it was a bit hard to race because there was a lot of on the grass. There was no grip. And he came on the sand, there was a lot of grip. But in the start practice it was very good, better than last year. So we cross our fingers for you guys, and hopefully the Dutch champion, hopefully a man who goes for the championship next year. Good luck, guys, and thank you very much for this interview. Thank you. Thank you. Dirk Fabriek staat naast mij. Dirk, hoe is het? Goed. Ja, een beetje last van het schouder nog van vorige week, van Feyenoord, van de crash. Maar ja, op zich het wel. Een beetje gripperig en dan voel je het wel, maar gewoon doorzetten. Je zegt, ik voel nog wat van Feyenoord. We staan hier vandaag bij de laatste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap grasbaan. Je staat hoog in de tussenstand, maar Speedway, je hebt maar een paar wedstrijden gedaan dit jaar. Ja, het waren er twee, maar dat ging hartstikke mooi op zich. En ik wil het ook wel wat meer gaan doen, dat is ook goed voor je techniek. Ja, hier sta ik wel aardig erbij. En dit hier moet je normaal ook speedway. Er ligt nou wat meer grip als normaal. Ja, dan moet de motor weer even op aanpassen. We hadden verwacht dat hij goed hard zou zijn. Dus nou, hopen dat we kijken in de heats dat we een beetje erbij komen en dan een finale moet gebeuren. Heb je kans op de titel? Ach, je jezelf kansloos? Het is 5-6 punten, denk ik. Maar om die tweede plek is het heel spannend. Ja, dat is 2 punten voor de eerste plek. Jannik staat 1 met 2 punten voor en dan sta ik gelijk met Henry. En daarachter zit wat meer punten dan, dus het zou in principe kunnen. Maar ja, je hoopt natuurlijk altijd, maar we moeten maar zien. In die laatste rit moet het gebeuren. Je seizoen, hoe voelt je seizoen? Volgens mij heb je een wereldseizoen. Nou ja, ik had wel wat meer geluk kunnen gebruiken. Ik heb in de WK ook. Ik zei, als ik wat minder pech had gehad, dan sta je zo bij de top 5. Ja, aan de andere kant, als je dat zo beredeneert, dan heb je het wel goed gedaan. We zijn natuurlijk wereldkampioen geworden. Ja, Europees kampioenschap weer tweede. Ik moet eigenlijk een keer de echte titel pakken, dat zou mooi zijn. En toch, als je de cijfers bekijkt, ziet het er goed uit. Daarom zeg ik ook een superseizoen. Maar daar wou ik ook naartoe. Je gevoel is niet echt super. Hè? Je bent wel wereldkampioen. En toch zit je er zo dichtbij. Ja, en dat is ook altijd het probleem. Net niet, hè.
tweede, derde, overal. EK is al 3 keer tweede, 2 keer derde van de wereld individueel. Ja. En nou ook, het zit er wel in, maar het moet je, dat beetje geluk moet je mee hebben. Nou, daar gaan we voor. Vandaag volle bak erin. Altijd, dat moeten we zeker doen. Anders ben je het ook niet waard om kampioen te worden. En, ja, het zal moeilijk worden, maar ik doe mijn best. Succes vandaag en bedankt voor dit interview. Dank u. Yes, we keep on going in Dutch. Dennis, hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Dennis Noordman, derde in de tussenstand op het Nederlands kampioenschap. Ja, eigenlijk een super seizoen, hè? Ja, het was een heel mooi seizoen voor het tweede jaar in de zijspanklasse. Het is een heel mooi seizoen. Jij rijdt samen met Patrick. Allebei gezond en fit vandaag? We zijn allebei gezond en fit. In jullie seizoen, wat is je doel hè, vandaag? Want je staat derde in de tussenstand. Dat is natuurlijk heel bijzonder in je tweede seizoen. Ja. Kun je nog een stapje omhoog? Nou ja, we kunnen nog wat tweede worden, maar dat is heel moeilijk. En we willen er gewoon voor zorgen dat we die derde plek, dat we die gewoon vasthouden. Daar willen we voor zorgen. De competitie komt uit Engeland, Sean Harvey. 1 of 2 puntjes achter jullie? Hij staat 2 punten achter ons. En Christophe Grenier staat daar weer een puntje achter, of even zoveel punten, maar die is er niet vandaag. Nee, dus de enige die je vandaag in de gaten moet houden is Sean Harvey? De enige is Sean Harvey, die moeten we heel goed in de gaten houden. En de rest, ja, het is een motorische sport. Er kan natuurlijk van alles gebeuren, maar we gaan van het beste uit. Waar heeft jouw voorkeur, de grote banen, de kleine banen? Grote banen. Eenderum is zeker voor Nederlandse begrippen een grote baan, dus dat zit goed. Eenderum, dat is de mooiste baan van Nederland. Daar kan ik niks anders over zeggen. Die organisatie die had ik goed voor elkaar. Als je hoort dat ze de baan helemaal over de kop hebben getrokken met een kleibaan. En dat je dan hier komt en dat een prachtmooie baan is. Dan kan een andere organisatie kan er nog heel wat van leren. Hartstikke mooi. Voor volgend jaar, volgend seizoen, jullie gaan volle bak door. Jullie gaan op voor die Nederlandse titel? Ja, we gaan er wel voor. Daar moet je altijd voor gaan. Je gaat altijd voor de eerste plek. Voor volgend jaar, Europees? Nou ja, ik hoop dat we in de voorrondes komen. Want dit jaar zaten we er niet in. En dat was heel erg jammer. Maar we hopen dat we volgend jaar er wel in zitten. Ik denk dat je dat afdwingt, hè? Door derde te worden in het Nederlands kampioenschap. Dan dwing je gewoon af dat je volgend jaar bij de Europese top mee moet. Ja, dat had ik afwachten. We gaan er wel vanuit. Van wat mij betreft heel veel succes. Vandaag ook. En zet hem op naar het podium, hè? Kom wel goed. Kom wel goed. Dankjewel. Oké. Sorry. Ja, ik loop hier langs de baan en hier zit iemand gewoon heel rustig en relaxed te genieten. Mark, hoe gaat het? Mark Dets. Ja, gaat goed. Mooi weer, zonnetje erbij. Ja, mooi rustig. De meeste druk is van de ketel, dus laatste van het seizoen. Dus ja, ik slag hier rustig aan. Dan is de druk niet meer zo hoog. Wat wil je behalen vandaag? Nou ja, ik bedoel, je probeert natuurlijk alle wedstrijden voor het podium te gaan. Ik bedoel, dat is dus voor vandaag ook weer het streven. William is kampioen, dus die druk is eraf. Voor jou, ik zag je vanmorgen in de training toch even wat problemen. Je keek wat naar beneden, de machine viel wat stil in de vrije training. Starttraining was hij terug, toch? Ja, het was een probleem met de baan, zeg maar. We hadden meerdere combinaties er ook last van, zeg maar. Dat wij behoorlijk zaten met de grond van de baan. En we zaten behoorlijk met de vering ervoor te knooien. En dat is in principe ook de enige vering. Dus daar zijn we een probleem. En het begon om duur zo te vibreren van voren. Dat was eigenlijk geen houden aan. Dus heb ik hem eerst maar aan de kant gezet en gekeken van wat is er aan de hand, zeg maar. En het was dus gewoon, waarschijnlijk is het gewoon het losse spul geweest op de baan. En dat hebben ze later eraf gehaald en toen werd het een stuk beter. Jouw seizoen, als je terugkijkt naar 2013, heb je daar een goed gevoel over? Heb je daar een redelijk gevoel over? Of zeg je gewoon dit seizoen vergeet vooruit? Nou ja, het was een redelijk seizoen. Ik bedoel, ik heb betere seizoen gekend. Ik bedoel, maar goed, je kan niet elk jaar gewoon een topseizoen hebben. Ik bedoel, je hebt ups en downs. Ik bedoel, dit was gewoon een matig seizoen. 2014, heb je de motivatie, de drive om straks weer volle bak erin te gaan? Nou ja, ik wil eerst de winter over eens kijken. Ik ben er nog niet over uit wat ik volgend jaar ga doen. Ik kan me zo weten dat ik de helm ook wel aan de wil hangen. Maar ja, dat is een ding voor de winter, zeg maar. Je moet er nog goed over nadenken.
Wat moeten we doen dan om jou te motiveren om wel mee te gaan? Want wij kunnen niet zonder Mark Dets, toch? Ja, maar ja, goed, dat zeggen ze al jarenlang. Ik bedoel, en het probleem is gewoon, er blijft, ja, er komt weinig nieuwe aanwas. Ik bedoel, en op een gegeven moment zeg je ook van, nou, hè, ja, je hebt goede resultaten gehad, je hebt minder goede resultaten gehad. Ik bedoel, ja, op een gegeven moment zeg je ook van, hè, waar doe je het dan aan het einde van het liedje naar voor? Voor de Europese titel, of de Nederlandse titel. Ja, nee, dat is in principe een streep. Maar goed, ik bedoel, dat is ook wat ik zeg. Ik bedoel, op een gegeven moment ken je zo'n beetje je plaats. Ik bedoel, en ja, tuurlijk probeer je het wel. Maar ik bedoel, op een gegeven moment, ja, dan moet je gewoon bij neerleggen. Ik bedoel, en dan, ja. Dan even lachen, hè? En houd het op. Mark, dankjewel. Jouw team ook, hè? Je hebt een fantastisch team om je heen. Ja, die mannen en vrouwen zijn ook elk weekend weer voor je in touw, toch? Ja, zeker. Dat markeert het ook niet aan. Maar ja, dat zeg ik, er zijn zoveel factoren. Ik bedoel, wat mee gaat spelen. En, nou, net wat ik zeg, de kans is al aanwezig dat ik gewoon volgende keer weer aan de start sta. Maar goed, ik bedoel, ja. De motivatie wordt wel minder. Wij wachten af. Wij zouden het fantastisch vinden als je weer terugkomt. We zouden het heel erg vinden als je niet volgend jaar aan de start staat. Maar goed, die keuze ligt bij jullie. Bedankt daarvoor. En bedankt voor dit interview. En heel veel succes vandaag. Zet hem op hier in Eendrum. Dankjewel. Ik sta eindelijk naast de Nederlands kampioen. Ja, 13 keer volgens mij. Ja, 13 keer op rij. De buiten is al binnen, laat ik zomaar zeggen. Omdat ik deze dus kan schrappen, maar hartstikke blij mee. Deze titel die heb je weer verdiend. Ik stond net naast Mark Dets, die had een beetje een motivatieprobleem. Wat is jouw motivatie om te blijven racen? Ja, ik heb dat ook wel gehad en nog steeds wel soms ook de ene dag. Dan denk ik van, wat doe ik het ook allemaal voor en laat maar. Het is mooi geweest, we hebben alles bereikt wat te bereiken is. Heb ik ook wel. Maar dat is altijd een beetje het einde van het seizoen, denk ik. Iedereen die, ik heb ook altijd na TK, daar leef ik heel erg naartoe. En na TK dan wordt de motivatie gewoon wat minder. Dat heb ik ook net zo goed. Maar als het dan weer maart wordt, april, dan kriebelt het toch alweer. En dan denk ik, toch maar weer een jaartje verder. Hoe bekijk jij dit seizoen? Ik bedoel, de NK's, de ONK's, die lagen voor het oprapen. En dat ging eigenlijk weer super. De concurrentie komt ietsje dichterbij. Zie ik dat goed? Ja, dat verschilt per wedstrijd. En ik heb ook mijn minder goede wedstrijd natuurlijk. Ik word ook een dagje ouder. Maar het is ook belangrijk dat er nieuwe aanvaars komt. Want ik ga ook niet heel erg door. En ik rij ook al meer met verstand, laat ik zo maar zeggen. Dat wat ik eerder deed, dat was zo van buik nog barsten. Ik moest winnen. Ja. Dat heb ik nu niet meer. We hebben nu een gezin en er zijn meer dingen dan motorsport alleen. En daar denk ik wel steeds meer aan. Alleen, ik vind het gewoon leuk, ook motorisch dan, omdat ik veel met een motortuning doe. Ja, dan vind ik het mooi om nieuwe dingen te proberen. En dan kan ik het ook zelf voelen en dat vind ik ook gewoon mooi. Dus jouw hart ligt wel bij het technische gedeelte. Als je dan terugkijkt naar zo'n EK, EK-finale, je komt lastig in die A-finale. Dan gebeurt er van alles en nog wat in die A-finale. Nathalie loopt hier weer rond, is gelukkig weer gezond toch? Ja, gaat steeds beter met haar. En Kneuzing heeft ook gewoon tijd nodig, net als dat je iets breekt. Kneuzing doet minstens net zo lang. En als je terugkijkt naar de EK, ik had direct van tevoren nog een beetje, lopen ze een hartstikke mooi baantje en super organisatie, daar wil ik allemaal niks voor zeggen. Alleen als zijspan zijn, dan kun je er gewoon weinig. Als je gewoon startplek rood hebt, dan heb je eigenlijk normaal gesproken gewonnen als je tenminste een beetje goede rijder bent. En je staat heel kort op de bocht, dus als je buitenaan staat, zie je automatisch ook buitenaan in de bocht. En dat wisten we van tevoren en we hebben het beste ervan proberen te maken, maar ja. Ik lag op 4 in de finale, toen 3, toen 2 en toen was einde verhaal. That's all in the game, zeggen ze. Hoe kijk je dan naar volgend jaar als het gaat om EK's? Ga je toch weer alle moed verzamelen en vol aan de bak? Ja, dat is eigenlijk de EK, dat draait er eigenlijk ook mee ons. De nationale titels zijn ook hartstikke mooi en dat blijf ik ook gewoon doen. Alleen de EK, daar leef je naartoe. En vooral ook zoals dit jaar ook internationale wedstrijden gezien. Als je dan ziet een Koender, daar hebben we tegen gereden, hebben we van gewonnen. We hebben van Venus, die hebben een vechtaar nog 5 keer verslagen achter elkaar. Noem alles maar op. Dus ja, de snelheid en is er wel. Alleen je moet ook gewoon, een EK-finale is gewoon een dagvorm. Baantje moet je liggen, je moet zelf lekker in je vel zitten en het speelt allemaal mee. Zo'n wedstrijd vandaag, hè? De laatste wedstrijd, dan rij je met Sandra Mollema. Sandra, heb je eerder meegereden, het zat bij Raymond Roy in de bak. Hoe voelt dat dan? Voelt dat anders als stuurman? Ja, ik heb er nooit zo heel veel verschil in bakkanissen. Sommigen niet vernemen dat direct, maar ik ben nogal met mezelf bezig. En ze moeten zich maar redden, zo zeg ik altijd.
Maar dat gaat prima. Sandra is ook een goed bakkenisje en ook mooi op gewicht. En ja, dat kun je niks van zeggen. Dat werkt perfect. Nou, gelukkig. Vandaag laatste wedstrijd van het seizoen ook voor jou? 27 oktober in Engeland nog eentje waarschijnlijk. Dat is de afsluiter dan. Maar dat is meer een traditionele wedstrijd waar ik al jaren kom. En vandaag, ja, de NK ja, is al binnen natuurlijk. Maar ik gebruik toch vandaag om nog wat andere dingetjes weer te proberen voor volgend jaar. Of vast dat ik in de winter kan meenemen. En het is mooi weer, dus het wordt vast een leuke dag. Succes en bedankt voor dit interview. Jo. Hello everybody, we're in Eendrum in Holland, a very famous place when you speak about grass track. In Holland we call it the dream track, it's the 6th of October and if you see the sun shining you won't believe it. We have the last race for the Dutch championship, we have the final, the Dutch final today in Eendrum. Het is vandaag 6 oktober 2013 en u hoort het goed, het is oktober, het zonnetje voelt als augustus. Het is de laatste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Grasbaan. De klassen gaan vandaag de kampioenen bekendmaken. Het gaat om het laatste stukje van het kampioenschap. Het is spannend, het is close, het wordt een mooie race hier in Eendrum vandaag op de Droombaan. Ja, zullen we dan maar gelijk opgaan voor de eerste heat, dames en heren, met die internationale solo's, de senioren, de titelvakant en gelijk de twee titelkandidaten erbij. De 10 van Dirk Fabriek, de 2 van Yannick Dion. Meteen de regerend kampioen nog altijd, Mark Siekema, de 7 van de winnaar van de bronzen helm van Veenhof, Quick Nick Laurens. De 11, Jeffrey Woordman. De 84, Pascal Zwart. En dus met de 41, Duitse vriend Hulze, Christian Hulshaas. Nou, het is gelijk genieten hier vanaf de allereerste meter. Start nummer 11, hij is er weer bij, Jeffrey Woordman. Het heeft even geduurd, maar heeft die gozer nog een onvoorstelbaar jaar. En vanmorgen zal ik hier nog even samen met Jacob te kijken. En Jacob zegt, ik kan het nog steeds niet geloven dat hij er weer bij is. Ja, hij richt de blik op de toekomst en hij zegt, ik wil er gewoon weer bij gaan horen. Ik wil laten zien dat ik bij de top hoor. Nou, dan kan hij hier vandaag gelijk tegenaan, jongens. Klaas Bakker, allemaal aan de stap. Wij zijn er klaar voor. En dan zijn we hier onderweg. En wie gaat dan die beste stap nemen? Het zal wel van niet zijn. Het is Siekema en Laurens. Siekema en Laurens. En dat zijn toch de mannen die niet zijn. Woordman die dan al gelijk in de voren aankomen. Woordman die er doorkomt, heel veel steeg in de problemen. Siekema hier aan de leiding, Nico op die tweede plaats. Weer Fabriek op de derde. En het is Woordman die aan de binnenkant naast zich. Jeffrey Woordman. En dat is de Fabriek die terugvalt. Fabriek valt terug aan de leiding van Siekema. Al kan ik die op de horen, God gestorven. De Jopp die derde plaats. Achter Nick Laurens en Fabriek die de gang weer in. En dan gebeurt er van alles hier. Op die droombaan van Eendrum. Siekema, dat is ongeluid. Tweede plaats Janik Jopp, derde plaats Nick Laurens. Dan is het Jeffrey Woordman, Dirk Fabriek. Aan die overkant af, Fabriek daar en achter, en dat komt. We gaan naar de streep. Het is Siekema, Dion, Laurens, Fabriek, Woordman, Hulshorst en Pascal Vlaak. Ladies and gentlemen, dat championship is hier gaaf of niet? Het puntendam, dames en heren, schrijft inmiddels mee. Stap nummer 1, Mark Siekema. 6 punten, 16 points, 16 punten. De 2, Yannick Dion, 5 punten. 2, 5 points, 2 punten. Er wordt geklopt. Gewoon doorgaan, Bendrik. Ja, we gaan gewoon door. De 7, Nick Laurens, 4 punten. 7, 4 points, 7, 4 punten. De 10, Dirk Fabriek, 3 punten. 10, 3 points, 10, 3 punten. De 11, Jeffrey Woordman, 2 punten. 11, 2 points, 11, 2 punten. De 41, Christian Hulshorst, 1 punt.
41 point, 41 Eindhoven en 34 Pascal Schiedwart. Helaas geen punten. 84, 0 points, 84 Kijkpunt. En dan praten we natuurlijk over Mitch Gordon. We zien erbij staan de man met stand nummer 92, Charlie Powell. En met stand nummer 19 is het Dave Meers. Powell vanmorgen in de training al eventjes kennis gemaakt met de ondergrond hier. Dat zal hij nou toch absoluut niet meer willen doen. We gaan het hier zien, de AV als opstaan van die training hier. En gaan we hier los. Powell goed uit die stap lag. Het is van de training. Dat is ook zo'n man, hè? Zo ervaren. En dit zijn zijn wedstrijden, dat staat hier altijd. Goed Rovenberg, hij gaat hier aan de leiding op vast af en voorbij gaan naar Charlie Powell. Maar telkens in hier alweer niet te rijden. En dan ook nu weer lijkt er aan moet. Gaat naar het achterwiel van Mintkorn. Rovenberg, Van der Steen, Korn. En dan met Sandvliet, Sandvliet aan de binnenkant komen. Sandvliet is nog aan het messen. Gaat het aan de buitenkant proberen. Lukt het er niet. Corren over de tafel op Henry van der Steen. Punten 29, 4 points, 120, 4 punten. De 9, Lars Sandvliet, 3 punten. 9, 3 points, 9, 3 punten. De 19, Dave Meers, 2 punten. 19, 2 points, 19, 2 punten. En de 2 van Charlie Powell, 1 punt. 92, 1 point, 92, 1 punt. Erik van Dijk, hij neemt vandaag afscheid van de actieve wedstrijdspot. Joey van der Werf, dan hebben we ook nog erbij Jan Dijkema en Albert Wiegers. En helemaal aan de binnenkant de Vikingen. Stinnersland, Mike Frederiksen. En dan gaan we hier van de stad af. En dan is het daar de eerste bocht. Het is 16 goed weg in. Matthijsen aan de buitenkant. En dan is het Matthijsen. Punten, dames en heren.
Sandra Boma, 4 punten. 1, 4 points, 1, 4 punten. De 3, Mark Jetsen, Molita van Dijk, 3 punten. 3, 3 points, 3 punten. De 6, Jan Dijkema, Albert Wiegers, 2 punten. 6, 2 points, 6, 2 punten. De 11, Jojo van der Werf, Erik van Dijk, 1 punt. 11, 1 point. 11 Eindpunt en de 23 Stineslot, Gerben Sanders, zijn vielen uit. Geen punten. 23 did not finish, de ruimte van zich heeft de finish. Dames en heren, toch een beetje old times die terugkomen. Hè? Joshua Goodwin, hij staat hier vandaag aan de start. Liam Brown in het bakje. Sean Harvey, Danny Hart met de twee. Dan zien we de team van Tony Cook en Paul Smith. En de vijf. Ja, toch nog een Nederlands teamje hier. Mogen we dat toch zeggen, deze tweede heat van Dennis Noordman, Patrick Kramer. Specials Nationale, stap nummer 25. Buddy Prijs, de man die het hele seizoen onderweg was op een 2,5. De laatste wedstrijd nu gaat maken om een 500. Ja, een snelle rakker hoor. Veel in Duitsland treden, veel ervaring opgedaan naar het afgelopen jaar met de 2,5.
absoluut een snelle man dan. De wereldkampioen in die 250 cubische centimeter klasse. Jawel, met de 84 Romano Hummel. Dan met stap nummer 17 een oude vos. De man die al actief was toen Hummeltje nog, nog niet eens over nagedacht werd. Dat mogen we toch rustig zeggen. Bob Dolman, hij is er hier vandaag bij. Stap nummer 14. Deel van Remmels, de 2, Bert-Jan Bos, de man die op weg gaat. Misschien wel naar zijn eerste titel. Met stad nummer 7, oud-bakkerist. Maar toch ook topcoureur hier, Hessel Alma. En met de 24 hebben we een hele snelle dame erbij. En dat is Kelly Velda. En dan missen we nog de 3, die staat er ook nog naast. En dat is Kenny Andy, oftewel Andy de Schuur. En dat is de voorbak. Hier is die eerste bocht. Romano Hummel, dan is het Buddy Prijs, Kelly Velda, Alma en de Vuur, dat zijn de mannen. Als de Hummel die gaat kijken naar de Hummel. Hij gaat hier aan de leiding, alsjeblieft op die tweede paard moeten zeggen, want het is Dolman aan de leiding. De sluwe oude vos. Dolman aan de leiding, met je mocht niet bij de paard, Rimmel, Hummel, Prijs, Velda. Dat komt Dolman, Rijks, Dolman. Zegt jongens, volg mij maar. Dolman, Bos, Rimmel, Hummel, Prijs, Velda. Dat allemaal. Daar gaat hij komen hoor. Bob Dolman. Bertie Appel. Niels Remmel. Romano Hummel. Buddy Prijs. Kelly Velda. En dan is het toch gebeurd in die laatste ronde. Is het Andy de Schuur die het laatste puntje afpakt van Hessel Alma. Stap nummer 17. Bob Dolman, 7 punten, 17, 7 points, 7 punten. De 2, Bert-Jan Bos, 6 punten, 2, 6 points, 2, 6 punten. De 14, Niels Remmels, 5 punten. 14, 5 points, Bertsen, 5 punten. De 84, Romano Hummel, 4 punten. 84, 4 points, 84, 4 punten. De 25 van Buddy Prijs, 3 punten, 25, 3 punten, 25, 3 points. De 24, Kelly Velda, 2 punten, 24, 2 punten, 24, 2 points. De 3, Andy de Schuur, 1 punt, 3, 1 point, 3, 1 punt. En de 7, Hessel Alma, geen punten, 7, 0 points, 7, 3 punt. Met de 533 Sebastian Mulder, de 4 van Rick Hartman, de 15 Mark Bijshuis, 71 Bart Uyl. Daarnaast zien we dan staan Hendrik Hamstra, Henk Snijder en Jens Werker. Ja, dat is toch een mooie club hoor, die speelt op dat finale. En dan is Bijshuizen, die hier de kaart is van de grond aan het Dat is om 3. Ja, we moeten eens even zeggen, dat is even naast elkaar. Zit de ballen even een klein stukje niet zien. Dat is Benneker en Mulder. Het is Muldertje naar 3, Benneker op 4. Dan is het Hamstra, Hartman, Eibergen, Aal. Ja.
Ik ben er wel blij mee. En zo gaan ze nu om zich heen. Rick Hartman die staat ernaast, Mark Bijshuizen, Bart Uyl. En dan zien we Hendrik Hamstra, Henk Snijder en Jens Werken. En dan is het blind omhoog en Uyl die kijkt nog eens op tijd. Die denkt nou, rump, rump, rump. Nou, we gaan het herstart beleven zonder de 16. Zonder de 16 van Henk Snijder. Restart, we hebben nummer 16 of Henk Snijder. Gaan we restart, onder die nummer 6 zijn Henk Snijder. Startband beheer. Hij pakt 7 punten, 15, 7 points, 7 punten. De 35 van Jens Benneker, 6 punten. 35, 6 points, 35, 6 punten. De 4, Rick Hartman, 5 punten. 4, 5 points, 4, 5 punten. De 6, Hendrik Hamstra, 4 punten. 6, 4 points, 6, 4 punten. 71, Bart Uyl, 3 punten. 71, 3 punten, 71, 3 points. En de 5, Nico Heijbergen, een lekker band, maar ook 2 punten. 5, 2 points, 5, 2 punten. De 16, een disqualificatie na een startbandverroering. 16, exclusion, 16, ausgeschieden.
En datzelfde geldt voor de 33, Sebastian Mulder, Hein Kamp, Ben Val, Druimdruising, Stoorts, 33, correct. Nog 2 te gaan dan baandienst, nog 2 te gaan dan baandienst. Voor de ST1, dames en heren, hier ook de titel nog voor het kruipen. Hij zal wel, toch wel zelfs heel zeker al naar Zuurhuis erheen gaan, naar de rij van Jan Mokkelandra. Hij is op de tweede rij, de eerste rij, Dirk Dekman, Frank Hamming, Simon van Dekken, Mark van Dellen, Richard Dol en Thomas Puss, tweede rij dan met de 12, Wietse Put, dan de nieuwe valken aan Michael Dijkstra, Jan Mokkelandra, Christian Schal en Rijnse Dion. Michael Dijkstra, 9. De 7, Frank Hamming, 8 punten. De 4, Mark van Dellen, 7 punten. De 17, Richard Dol, 6. De 22, Wiebe Valkema, 5. De 11, Christian Schoo, 4. De 6, Rijnse de Jong, 3. De 12, Wietse Put, 2, 30, Siebe van Dekker, 1 en de 8, Thomas Put blijft zonder punten. Dat de punten, en mocht u het in een andere taal willen hebben, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aanvragen in 4 van. Nou, we gaan op naar de ST2, dames en heren, hier de titel vakant vandaag. En wie gaat hem pakken aan het eind van de dag? Borrens, de huidige leider, Gert-Jan Valk, heeft 1 puntje voorsprong. Onder andere staat nummer 66, Berry de Vos. Dat gaat dus nog vuurwerk opleveren. Nou, de line-up hier op de eerste rij. Berry de Vos vanaf de buitenkant. Daarnaast is het Evers van Til. Dan Johan van der Meijen met direct naast hem zijn vriendinnetje Harriet Sweers. En dan Niels Horstede. Op de tweede rij dan. Aan de buitenkant Ruben Geugema, Mark Helmaal, Gert-Jan Valk, Rinder Balstra, de regerend kampioen van Nederland, Erwin Mulder en de vier van Raymond Meijers.
11 rijders die gaan hier doen in die short track STX-week. Dus als gelijk aan die leiding, die gaat gelijk naar binnen toe, dan weet hij dat hij het hele spulletje achter zich laat. Tweede paard, Harry heeft hier. Tweede plaats hier handen. Dan is het Johan van der Meijen. Ons zal niet slecht zijn als hij achterrijden. Dan Horstheden, Helmhout, Van Diel, Valk, Meijer, Kolstra, Zulver en Duikema. En willekeurig van volgorde. Harriet zet de tanden op elkaar op haar Van de Vecht Canada en komt daar het achterwiel van Berry de Vos. Van der Meij voor Helmhout Horstheden, Van Diel, Meijer, Valk, Zulver, Kolstra. Helmhout die de derde plaats overneemt, dan schuift het allemaal weer in elkaar. Komt hier de bocht uit, de bocht aan de laag, die zal zien, plan op die machine. Dan is het Helmhout. En zo voelt het dat hele spektakel. Hij gaat hier aan de leiding op die tweede plaats, dus de snelle dame uit Koekangen, Harriet Piers. De Vos, Piers, Helmhout. De Vos, de gevangenen, de valse jong gaat voor de kampioenschap. Nou ja, dat wil jongen, dat kan dat. Startnummer 66, Berry de Vos, 10 punten. Startnummer 11, Harriet Swiers, 9. Startnummer 5, Mark Helmhout, 8. Startnummer 19, Evert van Til, 7. Startnummer 3, Johan van der Meij, 6. Startnummer 12, Niels Horstheden, 5 punten. Startnummer 4, Raymond Meters, 4 punten. Startnummer 2, Gert-Jan Valk, 3 punten. Startnummer 1, Erwin Mulder, 2 punten. 89, Rinder Palmstra, 1 punt. En 99, Ruben Gautema, geen punten voor onze vriend uit Groningen. Dat zijn de punten, dames en heren. Wij zullen de baan niet gaan krijgen. Dan zijn we straks weer buiten dus met heat nummer 9. Net serie. Technisch senioren. Nou, ik denk nog even terug. Het past allemaal bij het politieke spelletje. Hij maakte er zelfs een opmerking over op Eurosport. Ik dacht, dan ga ik nog eens een keer mee weer gebruiken. Nou, vandaag heb ik gelijk aan de kant. Even van je collega's zand in het ogen strooien. De rest weet het gewoon. Kan het aan de binnenzijde. Relaxed als altijd. Dames en heren, daar gaat hij weer. De tweede serie. Special senioren. Op naar die nationale titel. Dus
Leon, Voorthout, Rozenberg, Donnetje, Daafa, Hendrik van der Steen en Anton en Hendrik. Noord Rozenberg, Winsonnen, Henry van der Steen, Charlie Powell, de laatste gras aan wedstrijd, Pascal Schiet, Startnummer 84, Paskalski, Zwartski, geen punten. 84, keine punten. 84, no points. Nou, Dirk Fabriek hier als eerste bij het stand in met startnummer 2. Vice Europees kampioen. Eigenlijk een heel goed seizoen gereden. En het was het net niet, zei hij letterlijk vanmorgen. Ik zit er tegenaan en ik heb een paar keer die pech gehad. Een riem die eraf liep bij een Grand Prix in Polen. Een band die lek ging bij een andere Grand Prix. Het zat er allemaal net niet aan. Ik voelde me echt waardeloos tijdens die EK-finale. En toch wordt hij vice-Europees kampioen. Ja, de cijfertjes zien er goed uit. Nu nog even dat gevoel bij Dirk. Misschien dat hij vandaag wat goed kan maken. Aan de buitenzijde, Dave Meers. Dan is het Lars van Vliet. Daarnaast de 41 van Christian Hulshorst. Dan zien we de 10 van Dirk Fabriek. De 7, hij gaat super in de ronde. Nick Laurens. En aan de binnenzijde, Stadnoeweg. Nog steeds Nederlands kampioen, de regerend nationaal kampioen, Marcus Stiekema. Vanaf de binnenzijde is Stiekema die goed weg is, dan gaat het fabriek niet meekomen en vanaf de buitenzijde deze weer. Nee hoor, dat is Stiekema. Op die koopstof in, komt er hoog uit. Dan is het deze weer, dan weer lastig. En ook doet hij dan niet, dat speelstof komt slecht weg en dan komt hij warm op het hele veld heen. Dat is Stiekema, Fabriek, Lauren, Hulshof, Meer. Dan komt de aanval van Fabriek aan de onderzijde. Dan heeft Stiekema die jouw rij laten. Er komt weer de fabriek weer aan de onderzijde. Dan moet hij proberen eronder langs te komen. En ik hoor ook. Rood. Ik zou ook zo, het is 5.
TV, BSD heeft inmiddels ongeveer het rijden terug richting het reddingskwartier. Hij zegt ja, mij mankeert niks aan het bouwen, een plekje en dergelijke. En we zijn hier met Lars Zandvliet. Lars wordt op dit moment klaargemaakt om eventjes in de ambulance van de GMB richting de medische opvang hier op het circuit te gaan. Wij zijn dus tussen de beide. Machine van Zandvliet afgeschreven, die gaat terug richting het reddingskwartier. Deegmeers, die zullen we denk ik straks nog terug gaan zien. Maar goed, we wachten heel even iets af hoe het hier verder gaat. Zo, dames en heren, nou, Lars Zandvliet, hij gaat de ambulance in richting het medisch centrum. Geef een applausje mee. Dag heer Lars Zandvliet. Ja, toch een vervelende crash. En Lars, ja, toch wel wat pijn. Maar goed, hij is hier in goede handen en hij zal eventjes richting de medische opvang worden genomen. En dan zal hij waarschijnlijk worden overgedragen aan ambulance diensten. Wij gaan hier zometeen weer verder als de piste is vrijgemaakt. Top gedaan, Nick Laurens vandaag hier aan de startlicht. Dirk Fabriek met start nummer 10. Aan de binnenzijde de 1, Marco Stiekema. Ja, ja, en wat een seizoen. Hij heeft zijn bus achter op het reddingskwartier geparkeerd. Want je weet het maar nooit of de zijspannen uit de lucht vallen. Maar dit is natuurlijk gelukkig vandaag niet het geval. Marco Stiekema met de 1. De 41 is natuurlijk van Hulze, Christian Hulze. En aan de buitenzijde hier, nu met 29. Natuurlijk, back to business, Mr. Dave Meers. Maar vanaf de middenzijde, maar Dirk Fabriek gaat nu voorop langs, hoor. Dirk Fabriek pakt de leiding en Stiekema aan de middenzijde. Dan moet hij die lijn kort houden, dat is niet respect, dat is tijd. Het is onvoorstelbaar, maar Dirk houdt hem ook vast. Mannen, kom op, het is Marco Stiekema aan de leiding. Dirk brengt hem weer naar beneden. Stiekema is de winter fantastisch onder. Dirk Fabriek, Christian Hulvorm, Nick Laurens en Dave Meer. En dan moet Laurens naar de achter toe van Hulvorm. Komt er niet, hoor. En hij weet dat hij puntjes mee gaat pakken. Start nummer 19, dames en heren. Start nummer 10, Dirk Fabriek, 6 punten. 10, 6 punten, 10, 6 points. 1, Mark Stiekema, 5 punten. 1, 6 punten, 1, 5 points. 7, Nick Laurens, 4. 17 punten, 74 points. 41, Christian Hulzorg, 3 punten. 41, 3 punten, 41, 3 points. 19, Dave Meers, 2 punten. 19, 2 punten, 19, 2 points. En staat nummer 9, Lars Zandvliet, helaas geen punten gevallen. En dan heb ik er misschien nog iemand gemist. Nee, het is Zandvliet die helaas geen punten krijgt. En hopelijk zo snel mogelijk weer in de benen staat.
Nou, de nationale titel is binnen voor William en Nathalie Matthijssen. William die vandaag rijdt met Sandra Hollema. Maar als eerste hierbij starten is. Dames en heren, start nummer 2, Sean Harvey en Danny Hart. It's his birthday today. En hij staat 72 op zijn borst, maar hij is 40. Ladies and gentlemen, a very, very nice guy from England. Hoggy staat er op zijn billen. Happy birthday to you. En we moeten straks maar even zingen voor Danny Hart hier. 40 lente, Sean. En ja, ik heb het gezegd, dames. Het valt de zoen te halen. Je kunt hem feliciteren. 23 erbij. De reus uit Denemarken, zei Bendrik Stinesloen. Met Gerben Sanders. Start nummer 3, Mark Tets, Bonita van Dijk. En daarnaast de jongster uit Engeland, regerend Brits kampioen. Het is bijna niet te geloven. Start nummer 5, Joshua Goodwin, Liam Brown. We zijn onderweg. Het is Sean Harvey vanaf de buitenzijde en Mark Tets vanaf de binnenzijde. Dan gaan die mannen elkaar kruisen daar. Nee hoor, het is Mark Tets met Bonita van Dijk aan de leiding. Het is Sean Harvey. En die rijdt dan zo naar Marquez. Je moet linksaf, Jos, je moet linksaf. Deze kant maar op, ja. Dat gaat gelukkig goed. En er is John Harvey die we dan gewoon brutaalweg weer onderzet. En we zijn er nog niet door met deze klasse. Prachtig, die tijdspannen. Die diep zitten, dames en heren. En kijk hier mee, Jos, waar komt in aan de boven. Zo kan het er ook uitkijken. Zo kan Jos, waar komt in ook die Engelse titel afgelopen jaar. Het is niet te geloven, zo'n jong mannetje die het zomaar kan op die dijk komen. Dat is absoluut moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar het is Marquez, Bonita van Dijk, Joshua Goodwin, Liam Brown, Sean Harvey, Danny Hart. En dan staat Stinus Loos wederom op de binnentrein. En dan gaat Goodwin nog wat. Het loopt zo hard naar die in die bocht. Hij rijdt zo hard naar Marquez toe. Zou hij dan nog wat proberen? Nou, nou, nou. Het is nog steeds Marquez met Bonita van Dijk. En er komt de aanval al. Er komt de aanval al aan de onderzijde. Dat kan niet. Ja, hij doet het toch. Het is Joost Goedmis. Dan gaat hij proberen mee te komen. Het is Marquez, Bonita van Dijk. Joshua komt in Liam Brown. Het is Joshua die boven langs gaat. Maar het wordt, het is er. Het blijft Marquez. Joost Goedmis. John Harvey. Start nummer 3, Mark Tets, Bonita van Dijk, 4 punten. 3 punten, 3-4-4. 5-3, George Goodwin, Liam Brown, 3 punten. Punten, 3 punten, 15, 3 points. 2, Sean Harvey, Danny Hart, 2 punten. 2 punten, 2 points. En helaas, start nummer 23, Kolding Hartenslev in Denemarken. Ligt aan die grote snelweg voor de liefhebbers, je weet het dat. Daar komen ze vandaan, Stinus Loens en Gerben Sanders, geen punten. Hij zoekt dan een sponsor op de heer Iemand. Ja, wie weet het, hè. Hij heeft absoluut het talent, zit erin en wie weet wat dat ooit ons gaat brengen. Hier, het start nummer 11, Jojo van der Werf, Erik van Dijk. Het is het afscheid van Erik van Dijk. Het is zijn laatste wedstrijd hier vandaag. Erik zwaait altijd even naar het publiek en dan moet hij nu ook maar even zwaaien. Ja, dat doet hij vandaag niet, want ja, hij voelt dat best emotioneel. Ik ben vanmiddag met Bonita en Jannie vanaf de baan naar het renningskwartier gelopen. De dames hebben mij gearmd richting het renningskwartier gebracht en gezegd, ja, eigenlijk vinden we het helemaal niet zo leuk dat papa stopt. We weten niet beter. Van één kant is het altijd spannend, maar van de andere kant, ja, het is ook altijd zo leuk. We zijn met elkaar op die baan. Papa Erik, stop ermee als bakkenist. Nou, ik denk 30 jaar trouwen niet, maar daar komen we straks even op terug. William Matthijssen, Sandra Mollema. En op... Staat nummer 10, Tony Cook. En Paul Smit. En die Tony Cook lacht altijd. Altijd, zelfs als hij het niet eens is met de beslissing van de wedstrijdleiding, dan lacht hij nog. We zien ook hier de 6. Dat is natuurlijk Jan Dijkema, Albert Wiegers. En aan de buitenzijde de mannen die opgaan naar die derde plaats in het kampioenschap. De mannen die er heerlijk bij zitten. Dennis Noordman en Patrick Kramer. Jan Dijkema! Hoe is dat mogelijk, dames en heren? Hè? En dan zegt Dennis Noordman, ga jij maar omhoog, Jan. Dan ga ik er even aan de onderkant voorbij. Oei, Jan Dijkema gaat rechtop zitten. Goed.
Dijkma, Tony Cook in het laatste wiel, Jojo van der Werf. En Dijkma die kan het absoluut hoor. Die reed nog in de tijd dat Marco Vol, die Nederlands kampioen werd. Sterker nog, Europees kampioen werd. Toen reed Jan Dijkma al voor het team uit Zinnenburen destijds. Tegen Jacco Reed. William Matthijs en de leiding van Sandra Mollema. 25 jaar, dus dat is Vince Doorman, Wesley Kramer, Jan Dijkma, Albert Wigger, Tony Cook, Simon Met, Paul Smith. Dat Sandra Mollema dat doet bij de ingang van het rond hoor. Luistert u maar een beetje, niet de loopt naar niet. We hebben nu straks naar de binnenkant. Dan is het Sandra Mollema de hoofd naar beneden. Gaat langzaam weer overeind zitten. Stad nummer 1, William Matthijsen, Sandra Mollema. Dus de 5, Dennis Doorman, Patrick Kramer. Jan Dijkma, Albert Wigger, Tony Cook, Paul Smith, Jojo van der Werf, vanuit. Dan nummer 1, Lillian Matthijsen, Sandra Mollema, die punten, Heinz, die boekte, wordt voorgooid. 5, Dennis Doorman, Patrick Kramer, punten, blijft boekte, 5, 3 points. 6, Jan Dijkma, Albert Wigger, 2 punten, 6, 2 boekte, 6, 2 points. Tony Cook, Paul Smith, 1 punt, 7 en een punt, 10, 1 point. En stand nummer 11, Jojo van der Werf, Erik van Dijk, geen punten, 11 en een punt, 11, no points. Gaan we op naar de specials nationale, naar de leiding in de tussenstand. Bert-Jan Bosseman met stand nummer 2, heeft 18 punten voorsprong op de tweede. Kortom, Bert-Jan hoeft hem alleen maar uit te rijden. Als hij zich plaatst voor de A-finale, is hij er met echt met zwijgingen in die nazen. Nederlands kampioen. Dat is hem zo gegund. Hij zit er zo dichtbij. En hij laat zich nog wel eens uit de tent lakken door wat conculega's, om het zo te zeggen. Niels Remmels in zijn eerste jaar met dispensatie op die tweede plek in dat kampioenschap. Fantastische prestatie. Dan zien we daarna Hendrik Hamstra, Billy de Schuur, Nico Eibergen en Romano Hummel. Nou, hier aan de startlift, aan de binnenzijde, de 17, Mr. Bob Dolman, all the way from Weerdenoord. Dan is het de 5 van Nico Eibergen, de 33 van Sebastian Mulder, de 2, zoals gezegd, van Bert-Jan Bosch. Zenuwen zijn daar, de 3, en in de schuur, 35, Oost-Duitsland, niet daarbij. De 35, Jens Benneker, de 84, Romano Hummel, en de 6, van de man die derde staat in de tussenstand op het kampioenschap, Hendrik Hamstra. Kijk eens naar die Romano Hummel. Ligt zomaar ineens in vierde positie. Aan de leiding nog zijn Bob Dolman, Bert-Jan Bosch, Benneker. Dat is het prachtig hoor. Romano Hummel, Hendrik Hamstra. En dat is Sebastian Doorn. Hij rijdt daar door de kabel. Het is Bob Dolman. Bert-Jan Bosch, de Bosch gaat aanleggen. Benneker, Hummel, Hamstra, Eibergen. En Boos die gaat naar de achterwiel van Bob Dolman. Hij weet dat het helemaal niet nodig is. Het is ook de vraag. 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 Het is
Hendrik Hamstra, Nico Heijbergen. En dan wachten we nog even. De mannen zit Andy, Ter, Buur. Dan de broeders die de bond over deze punten. Team, punten, 17, 7 points. Bert-Jan Boos, staat nummer 2, 6 punten. 2, 6 punten. 2, 6 points. 35, Jens Benneker, 5 punten. 35 punten, 35, 5 points. 84, Romano Hummel, 4 punten. 480, 4 punten. 84, 4 points. 6, Hendrik Hamstra, 3 punten. 6, 3 punten, 6, 3 points. En nummer 5, Nico Eibergen, 2 punten. 5, 2 punten, 5, 2 points. Staat nummer 3, Andy de Schuur, 1 punt. 3, Eindemok, 3, 1 point. En op het middentijd staat nummer 33, Sebastian Mulder, helaas geen punten. 33, Leider, geen punten. 33, 0 points. I think there is a technical problem. Uit Gassel ten Eierveen, uit Stadskanaal, de 15, Mark Bijshuizen, de 25 uit de Krim, Buddy Prijs, de 16 uit Slochteren. Dat is natuurlijk Henk Snijder, de 7, Hessel Ouwema, Delzijl, uit Bierum, de 71. Dat is natuurlijk Bart Uil en uit Hoogkerk, met stadnummer 24. Natuurlijk, niemand minder uit de jonge dame van dit gezelschap, de topper uit Hoogkerk, om het zo te zeggen, Kelly Velda. We zijn onderweg, het is Hartman hier, de kenteklinten naar Meester Vries. Het is Bijshuizen en Snijder. Hoor. Snijder gaat bovenlangs. Mister Henkie Snijder, die neemt mee. Niels Remmel, dat is het Mark Bijshuizen. Bijshuizen zegt, wat heb je allemaal over leeftijd? Kom op zeg, gas geven. En het is Snijder die even tussen probeert te komen. Maar dan is het Bijshuizen aan de onderzijde. Trek nog even aan het stuur. En heeft Snijder denkt, ja, in mijn tijd ging het toch niet zo hard. Het is inderdaad Mark Bijshuizen. De laatste. Talent voor de toekomst, vasthouden zeg ik. Bijshuizen, Snijder, Remmel, Velda, Prijs, Hoog, Bart, Uil, in dat stuk. En Rokluis, en het is over. Het is daar aan de leiding nog steeds Mark Bijshuizen, maar dat is het ook hoor. Henk Snijder, Niels Remmel, Kelly Velda, Buddy Prijs. We zitten in die laatste ronde. Er komt Niels Remmel weer met de aanval aan de onderkant van Henk Snijder. Remmel aan de achterkant van Henk Snijder. Kelly Velda, Willy Prijs, Rick Hartman, slim dat hij hem uitgereden heeft, pakt nog wat punten mee, maar er vallen twee mannen uit, Hessel Ouwema op het binnenterrein. En ook de 71 van Bart Uil, los in hier bij start en finish. Dat nummer 15. Mark Bijshuizen, 27, punt 7, 7 punten, 15, 7 points, 14. Niels Remmels, 6 punten, 14, 6 punten, 14, 6 points, 16, Henk Snijder, 5, 16, 6 punten, 16, 5 points, 24, even zoeken op mijn lijstje, Kelly Velda, 4 punten, 24, 4 punten, 24, 4 points, 25, Buddy Prijs, 3 punten, 25, 3 punten, 25, 3 points, stadnummer 4, Rick Hartman, 2 punten, 4, 2 punten, 4, 2 points, 7, Hessel Ouwema, geen punten helaas, 7 kleine punten, 7, 0 points, en ook 71, Bart Uil, geen punten, 71 kleine punten, 71, 0 points. Dirk Bertman, het Hemelen, de 7 uit de Groeven, Frank Hamming in de 4, de Groninger van het spel, Mark van Dellen uit Hoogkerk. Fantastisch onderweg, en het is Mr. Buddy onderweg, het is Jan Okkeloonstra. Het is Mr. Buddy, als eerste die de bocht komt, nee hoor, het is Jan Okkeloonstra. Mr. J-O-L, hemzelf, die gelijk.
baanspoorervaring hebben. Maar je moet het even genoegen nemen met een tweede plek. Want ik pak hier de leiding. Jan of Alonstra. Dan is het Lieve Valsma. Michael Dijkstra. Wies de Pusten. Rijs de Jong. Christian Kool. Mark van Dellen. Frank Amming. Dan moet daar Richard Dol ergens aankomen. Dus inderdaad Richard Dol. Mark van Dellen, Christian Pool, Frank Amming, Richard Dool, Dirk Werkman. Ja. Dat is erbij. Thomas Punt, Dellen Punten. Achterbuiten, Michael Dijkstra. 22, Lieve Valkema, 9. 6, Rijnse Dion, 8. 12, Wietse Punt, 7. 4, Mark van Dellen, 6, 11, Christian Schoon, 5, 7, Frank Hamming, 4, 17, Richard Dols, 3, 2, Dirk Werkman, 2, 8, Thomas Put, 1 punt, start nummer 30, natuurlijk Sieben van Dekken, helaas geen punten. Baan niet naar deze serie, nog één serie, baan niet.